Dag Guste Koster, vandaag hier in Oudenaarde. Heeft zo zijn reden zeker? Ja, absoluut. Ja, ik woon in Zwalm, Vlaams Ardennen. Het is hier voor de 8e keer, als ik het goed voor heb. Inwijding van de nieuwe maatjes. En we hebben het voorrecht van daar mogen bij te zijn. Ik vind dat wel ik vind het knap. Het is de eerste keer dat ik kom. En ik ben aangenaam verrast door het feest. Hè, want het is een ongelooflijk feest. Uiteindelijk een maandagavond. Ik denk dat altijd iedereen moet gaan werken, Sanderendaags. Maar, niet dus? Niet dus. Hier in Oudenaarde wordt serieus gefeest en gevierd. Ik denk niet dat het een verrassing is dat ik hier ben, omdat ik ben toch hier iemand die nu al een kleine 20 jaar in de streek woont. Maar het feit dat ik hier ben, is inderdaad is nieuw. Ja, op dat vlak is het wel een verrassing. Maar kijk, plotseling zijn we hier. Hè. Ja, voilà, waar is de tijd naartoe, hè, Gust? Ja. Radio 2, laten we zeggen BRT Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen. Ja, radio. Daar hebben we toch in de jaren 80 een hele mooie tijd gehad. Dat kunnen we niet ontkennen. Ik denk dat heel veel mensen voor mij heel wat betekend hebben. En omgekeerd. Plotseling zijt je daar in de media. Totaal andere media dan nu. Ik moet het u niet vertellen. De media nu zijn heel anders dan vroeger. Ik denk dat wat er toen gebeurd is in de jaren 80, dat dat nu eigenlijk niet meer mogelijk zou zijn. Het is, de vorm is zo belangrijk geworden. De inhoud komt zo'n beetje op tweede plan. En ik denk dat we een beetje van op dat moment een beetje van de situatie geprofiteerd hebben, bij manier van spreken, dat we inhoudelijk als muziekliefhebber de kans gekregen hebben om op Omroep Oost-Vlaanderen, Radio 2 in der tijd, dus om daar ons ding te kunnen doen. Hè. De vorm was wat minder belangrijk, maar goed. Het was wat het was. Hè. Ja. Nog altijd met muziek bezig? Ik ben nog altijd met muziek bezig, weliswaar achter de schermen. Radio en muziek en het culinaire. Waar dan, ergens? Ik maak studies voor, de laatste is nu wel een paar jaar geleden, voor IP-RTL, over Radio Observer. Dus dat is een studie van het radiolandschap in Vlaanderen en Wallonië en Brussel. Dus daar ben ik deel van het panel. Dan voor shoppingmagazine doen we een culinaire rubriek. En nog wat artikels hier en daar. Gewoon als zelfstandige, kleine zelfstandige in de media, doen we gewoon wat er op ons afkomt. Staat het ons aan, dan doen we het. Als DJ, ik zou het nog vergeten, iets waar dat ik nu eigenlijk toch wel al een paar decennia doe. Een beetje zoals Zaki, hè. Maar Zaki is veel beter, hè. Zaki is, anders? Anders, ja. Ik draai echt wel, ik ben een beetje een ouderwetse DJ, zo. Ik draai gewoon de plaatjes van begin tot op het einde. Terwijl Zaki, dat is ook zo, korte stukjes en die beats moeten kloppen en zo. Ik draai gewoon, ik probeer in een mooie flow te draaien, dat de mensen zich amuseren. En de beats mogen niet overheersen, ook hier moet zo zijn, zo, de mensen moeten zich amuseren. Het hoeft niet altijd de Polonaise te zijn, gewoon een goede ambiance. En dat doe ik ook graag. Niet te veel natuurlijk. Want... Is toch altijd weekend zo? Nee. Eén keer in de maand. Maximum, hè. Maximum. Soms twee keer in de maand, maar dan 2-3 maanden niks. Nee, het is vermoeiend. Hè? Het lichaam is... we zijn ook geen 3x7 niet meer. Maar ik doe het heel graag. Ik blijf de muziek volgen. iPod, iTunes. Er is toch... Ik heb nog in de tijd, toen een kleine gast was, de 78 toerenplaat in handen gehad. Je laat dat vallen en bonk in 1000 stukken uiteen. En dan de vinyl. Bakkeliet, hè? Bakkeliet, inderdaad. En dan de vinylplaten en dan de cd's. En dan, ik zeg, wat cd's, zo'n klein onnozel ding, dat trekt toch op niks? Er zit daar een boekje in wat zo leuk is. En dat evolueert dan weer. En nu op de iPod, wat kan me dat boekje schelen? Ik wil gewoon het goede nummer op het goede moment. En dat gaat dan allemaal via een iPod. En hoe je daaraan een programmatie kunt maken, dat is fantastisch. Dus ik maak zo'n beetje mijn eigen radio. En dan voor mijn vriendin en voor wie het erom vraagt. En dat vind ik ook wel plezant. Gaat goed met jou? Ja, we doen ons best. Het gaat niet slecht. We amuseren ons. Bedankt, August. Graag gedaan, met alle plezier.